Oh, ik ben zo happy en ik ga jullie laten zien waarom. Ik heb namelijk een nieuwe studio gekregen. Nou ja, ik zeg wel mijn studio. Het is de nieuwe studio van Ministry of Beauty. Maar ik heb de eer dat ik daar heel veel mag filmen en foto's maken. Want om eerlijk te zeggen, ja, mijn YouTube kanaal is toch best wel een succes aan het worden. Ik heb bijna 5000 abonnees, over 500.000 views. Dus abonneer je en nou ja, blijf lekker genieten van de how-to filmpjes. Maar zoals jullie kunnen zien, hier hebben we de lampjes. We kunnen hier ook foto's maken van de modellen als we daarmee werken. De verschillende kleurtjes achtergronden. En dan ga ik jullie gelijk verder meenemen. Kijk, want dan hebben we hier namelijk het gedeelte. Hier aan tafel kan ik lekker werken, kunnen we ook nog lunchen. Daar hebben we het praktijkgedeelte en alles staat al klaar voor mijn volgend filmpje, want die ga ik zo opnemen. En als ik dan draai, zien jullie achter mij een mooie chemiehoek. Natuurlijk ook met onze soft en safe shades van KISS, want daar ben ik ook helemaal happy de peppy over. Maar wat ga ik vandaag voor jullie opnemen? Kijk, de dollhead zaal klaar. Dit wordt een how-to filmpje met een kniptechniek. Het wordt een boblijn met heel veel textuur erin. Ook prima te gebruiken voor bij je in de salon. Dus ik zeg veel kijkplezier en ik ga beginnen. Ik gaf net al aan dat ik in het how-to filmpje jullie een boblijn laat zien met heel veel textuur. Ik ga werken met kniplijnen en met snijlijnen. Dus met de schaar en het mes. En dat geeft echt een hele leuke textuur in het haar voor deze lengte. Nou, zijn jullie nieuwsgierig hoe dat ik deze techniek heb gedaan? Dan zou ik zeggen, kijk mijn filmpje en vergeet niet te abonneren. Veel kijkplezier! De eerste afdeling die ik maak is een kleine ponypartij. Hiermee kan ik later bepalen op het eind of ik hem juist wat korter knip of dat ik hem juist wat langer laat. Dat kan in overleg met de klant en na het adviseren van mij wat het beste in haar gezicht staat en wat de coupe haar ook persoonlijk maakt. Dus een kleine ponypartij eerst afdelen. En dan vanuit daar ga ik een klein hoefijzer afdelen. Als jullie mij gewend zijn te zien werken, dan weten jullie dat ik vaak met hoefijzers werk. Dit is echt de toplaag bovenop het hoofd. Zo dadelijk laat ik hem nog wel beter zien, dan laat ik hem kantelen. Maar het is echt voor het bovenste haar, wat ligt op de rest van het haar, dat moet je afdelen. Nou, ik draai hem op, later ga ik hier nog andere afdelingen in maken. Maar eerst ga ik door. Ik heb aan de achterkant heb ik dus al een rechte lijn gemaakt en op het achterhoofdsbeentje. En dat haar heb ik naar voren toe gekamd en vastgezet. Vanuit daar ben ik het onderste gedeelte in twee partijen aan het afdelen. En dit is echt belangrijk voor het knipwerk wat je zo dadelijk gaat doen. Ik gaf al aan, het wordt een boblijn met verschillende structuren. En dat zie je dus dadelijk ook verder terug. Als ik naar de afdeling ga, terug bovenop, dan deel ik langwerpige driehoeken af. Ik laat het zo ook naar voren zien. Op het breedste gedeelte draai ik het haar op. Dus van een smalle punt kam je hem naar het breedste gedeelte en daar zet je hem ook vast. Want dat is zo dadelijk belangrijk bij het knippen. De tweede is in de tegenovergestelde richting. Dus kam het ook naar het brede gedeelte, draai het op en zo maak je er in totaal 4 op het hoofd. Ik zet hem vast met een clipje. En dan laat ik hem nog eventjes goed in de camera zien dat jullie begrijpen wat ik doe met de afdeling. Kijk, zie je dat hier? Hier heb ik van die langwerpige driehoeken. Het vlak wat er nog over is, deel ik ook af in 2 driehoeken. Dus nu kan je het hier ook zien. Ik heb er in totaal 4. Ik ben begonnen met de ponypartij. Vervolgens op het achterhoofdsbeentje het onderste gedeelte in 2 partijen. En bovenop heb ik het kleine hoefijzer met de 4 afdelingen. Vanuit hier kan ik in 1 keer door met mijn kniplijn en dan zit hij er ook zo in. De eerste lijn ga ik afknippen met de kamcontrole techniek. Nul projectie, het stand van het hoofd is ook rechtop. En dan met de kam en de schaar knip ik mijn eerste bottenlijn. Ik ga met de ronding van het hoofd mee. Ik wil geen toenemende lengte aan de voorzijde. Daarentegen mijn volgende passé, die wil ik af gaan snijden. En die ga ik afsnijden in de hoek van 45 graden. Dus die geef ik wel een projectie mee. Ik neem een klein stukje van de onderste gidslijn mee, want ik wil hem er wel op aansluiten. Ik check ook mijn gidslijn, dat zie je hier ook. En dan gaat mijn mes op ongeveer zo'n 5 centimeter, gaat mijn mes met een gelijke druk over het haar en werk ik naar mijn eindpunt toe. Dit doe ik ook met de ronding van het hoofd mee. Dus wat ik creëer is de botheid van het knippen, maar daarentegen de passé daarboven
heb ik weer de structuur en de zachtheid van het snijden. Plus doe ik die ook in een projectie van 45 graden. En zo werk ik mijn weg naar boven. Nou, wat belangrijk is met deze coupe, want deze kan je doen in wat dikker haar, nou, in wat fijner haar zou ik er wat voorzichtig mee zijn. Maar als je deze moderne bob in de salon wil gebruiken, is deze passé die ik nu ga knippen, is heel erg belangrijk. Want die boven het oor, die wil ik geknipt hebben. Die wil ik niet afgesneden hebben. Want anders zou je het gevoel kunnen hebben dat je een soort van scheefheid erin aan het knippen bent. Dus altijd deze passé boven het oor, die knip je af, die snij je niet af. Dus dan moet je rekening houden met je afdeling in je coupe. Nou, deze passé is het eerste als dezelfde. Nul projectie, kamcontrole techniek, recht naar beneden. Ik werk met de ronding van het hoofd mee, dus daar waar ik knip, daar sta ik ook. Ik geef net een tikje boven het oor. Hè, moet je ook bij je klant doen, want anders kan de voorkant wat korter zijn als die droog is. Maar je gaat mooi met de ronding van het hoofd mee, niet te veel spanning op het haar en knip die rechte lijn. Nou, als ik dan de volgende afdeling erin ga maken, en jullie voelen het misschien al wel een beetje aankomen, deze lijn ga ik weer snijden. Net zoals die laag die ik net daartussen ook heb gedaan. Dus ik maak de afdeling, ik clip het weg en dan ook weer in een hoek van 45 graden ga ik hem afsnijden. Ik zal ten alle tijde een klein stukje van mijn gidslijn daaronder meenemen. Hier zien jullie het goed in de camera. Ik neem net een stukje mee. Maar als ik dan het haar ga snijden, dan snij ik niet in mijn gidslijn. Dat niet, want ik wil wel daaronder die botheid wil ik houden. Nou, dan over ongeveer zo'n 5 centimeter ga ik langzaam naar mijn eindpunt toe. En dan krijg ik een hele mooie structuur in het haar, wat straks een heel leuk modern uiterlijk geeft voor het eindresultaat. Wanneer je het haar gaat snijden, zorg er wel altijd voor dat het haar goed vochtig is, dat je met een nieuw mesje werkt en dat de druk op je mes gelijk is. Niet dat je harder drukt aan de rechterkant of aan de linkerkant, want dan kan je echt een ongelijkheid in je lengte krijgen. Dus zorg dat de druk op je mes ten alle tijde hetzelfde is. Nu kan je het hier al heel leuk zien. Ik heb toch aan het uiteinde die botheid erin zitten. We noemen het ook wel blandkat op het moment. Maar toch daartussen de softheid en het gestrukt, de textuur erin. Doordat ik het ga snijden. Echt een superleuke techniek om in je kapsalon te gebruiken. En de afdeling is ook heel makkelijk terug te vinden. Nou, dan weer door naar de volgende passé. En die ga ik ook gewoon weer knippen. Ook met 0 graden projectie. Ik projecteer het rechtstandig naar beneden. En ik ga dan constant door met mijn kamcontrole techniek. Als je deze coupe bij de klant knipt, let er dan op dat ten alle tijde de klant haar hoofd recht ophoudt. Want je begrijpt zodra dat ze naar beneden gaat kijken of een beetje op links of rechts gaat hangen, dan heb je een scheefheid in je coupe. Altijd wanneer ik met een boblijn of iets dergelijks werk, of met een rechte lijn, dan vraag ik altijd even aan de klant: mevrouw, leg even uw telefoon neer, want het hoofd moet even rechtop blijven. En tegenwoordig op de dag van vandaag met de mobieltjes zitten ze allemaal naar beneden. Normaal in de kapsalon dan loop ik om de klant heen. Maar ja, ik ben natuurlijk nu aan het werk met mijn camera en met de dolhead. En om voor jullie het goed in beeld te brengen, draai ik dus constant mijn dolhead. Maar let erop, wanneer je gewoon een boblijn gaat knippen met de ronding van het hoofd mee, dat je lichaam altijd voor de plek is waar je aan het knippen bent. Want anders creëer je al automatisch wat extra lengte. Nou, ik ga nu naar de bovenkant. Ik heb nou heel de zijpartij en de achterpartij heb ik geknipt. Ik zet even de standaard op de juiste hoogte en nou ja, het is wel grappig om te zien, want ik doe dus alles zelf. Dus ik kijk af en toe in dat cameraatje boven mijn camera of ik het allemaal goed in beeld heb voor jullie. Nou, als ik dan de bovenkant ga snijden, dan zie je hem dus, dan kam ik in de tegenovergestelde richting. Dus het brede gedeelte kam ik over het smalle gedeelte van mijn punt heen. Dus als ik nou even kijk hoor, de rechterkant is breed, de linkerkant is smal. Nou, dan bepaal ik de lengte die ik wil hebben, zie je dat? Dan doe je dat bijvoorbeeld in overleg met je klant. Dus je zegt, waar wil je dan die laag hebben? En dan snij je hem af. Ook weer op 5 centimeter. Als ik hem dan omhoog projecteer, zie je dus wat er heel mooi gebeurt. Oh ja, ik laat hem even zakken. Nou, ik laat heel die kop hier even zakken om het goed... Oh, daar gaat hij. Maar kijk, als ik hem dan omhoog kan, dan zien jullie dat hij van kort naar lang toe loopt. Als ik dan mijn tweede driehoek
af ga snijden, die kam ik in de tegenovergestelde richting. Dus altijd naar het smalste punt van je driehoek heen kammen. Je kamt hem ook rechtstandig naar je toe. Dus je passé gaat niet heel hoog met het afsnijden, niet heel laag. Dus gewoon horizontaal naar je toe kammen en dan afsnijden. Op dezelfde lengte bepaal je de laag, want die heb je ook aan de andere kant bepaald. Dus dan heb je toch een evenwicht in je coupe. En dan ga je ook weer op 5 centimeter zo, kijk, zie je dat? Snij hem voor je vingers, daar waar de spanning is, snij hem af. En dit moet een hele soepele beweging zijn. Want zodra je het gevoel hebt van, weten jullie wat ik bedoel? Dan is het haar niet vochtig genoeg of het mesje is te bot. En dan zou het kunnen zijn dat je het haar aan het beschadigen bent. Dus let daarop. Nou, zag je me net eventjes die vorige pluk erbij pakken? Ik check dan de lengte. Kijk, hier doe ik het nog een keer. Want ik wil wel een balans in mijn coupe hebben. Dus ik sluit hem daar aan. En op die manier snij ik hem ook weer af. Zou ik nu alles omhoog kammen, dan krijg ik een criss-cross van verschillende lengtes. Waar wel een balans in zit. Want ik sluit het wel hier, ook weer aan de andere kant, op elkaar aan. En dat geeft dus echt die hele leuke textuur in het haar. Dat je die moderne boblijn gecreëerd hebt. En dat het niet een hele klassieke boblijn wordt. Nou, als laatste doe ik dan altijd de ponypartij. Het kan best zo zijn bij een klant dat ik ervoor kies om hem helemaal lang te laten. Maar ik vind altijd met een ponypartij of met dat lokje aan de voorzijde geef je je coupe een persoonlijkheid. En voor elke klant is dit anders in het gezicht. De ene wil juist misschien heel extravagant een hele korte pony. En de andere die zegt ik wil juist een hele zachte lok. Hier kan je dus echt de coupe mee personaliseren. Nou, wat ik nu doe, ik projecteer alles naar één punt zodat de buitenste zijde iets meer afstand afleggen. Dus dan creëer ik een ronding. Ik snij hem af en ik ga op dezelfde techniek door op 5 centimeter. En kijk, en dan zie je al heel mooi, het middelste punt is korter, naar buiten toe is hij wat langer. En dan blendt hij heel mooi weg in de rest van de coupe. Nou, vanuit hier hoef ik het niet meer te texturizen, want er zit al genoeg texturizer in met mijn mes. En ik gebruik Twister van Royal Kiss. Nu kan je denken van, nou, dat is een product voor krullen. Maar ik vind het ook zelf een hele fijne crème om mee te feunen. Ik wil een wat gladder eindresultaat, dus mijn föhn gaat langs boven de in. Ik föhn wel met de schubbelaag naar beneden. Maar ik wil een wat stoerder eindresultaat hebben. En uiteindelijk, hier zien jullie het eindresultaat. Het is echt een stoere bob van deze tijd.